Zeehond Happy weggehaald bij Bergse Diepsluis. Natte voeten in Zierikzee door gesprongen waterleiding. En de beste golfer van Nederland sloeg een balletje in Domburg. Zeeland nu. Alexander Dekkers. Goedenavond. Het werd een onhoudbare situatie gisteren bij de Bergse Diepsluis bij Tholen. Te veel mensen kwamen op Zeehond Happy af. De veiligheid van Happy en van de bezoekers kon niet meer gewaarborgd worden. En daarom werd Happy gisteravond gevangen en meegenomen. Het was over en uit voor Happy en zijn bewonderaars gisteren. Medewerkers van de eerste hulp bij zeehonden vingen het dier aan het begin van de avond met weinig moeite. In een speciale kist werd de grijze zeehond ingeladen en naar een boot van de Koninklijke Reddingsmaatschappij gebracht. Die bracht hem terug naar zijn soortgenoten op een geheime plek. Ja, bij de Bergse Diepsluis staat verslaggever Pim van den Bergen. Ja, gisteren, eerste paasdag, was het echt super druk bij de zeehond, bij Zeehond Happy. Hoe kon het nou zo uit de hand lopen? Ja, ik denk, Alexander, dat Happy slachtoffer is geworden van zijn eigen bekendheid. De eerste beelden waren nog prachtig met die duikers. Hij was echt van de duikers, daar zwom hij mee. Dat was leuk om te zien. Toen ging meneer daarna aan land en toen liet hij zich bepotelen. Toen waren er al mensen die dachten van ja, dat is niet zo fijn. En onze collega's van Omroep Brabant die plaatsten op hun website een oproep om eerste paasdag toch vooral naar Happy te gaan kijken, want dat was leuk. Nou ja, heel veel mensen ergerde zich daaraan gisteren en die belden naar Pieter Buren, want ze hadden allemaal gezien hoe ontzettend druk het daar was. Te druk volgens sommigen. Want wat ooit als een bijzondere ontmoeting tussen mens en dier begon, dreigde nu uit te lopen op een massa-attractie. En dat zou wachten zijn op een ongeluk. Dit is nu een hele lieve grijze zeehond. Ook die heeft een keer een rothumeur. Er gaat een kindje op een flipper staan terwijl een ander kindje ervoor zit. Zo'n beest haalt een keer uit, dat weet je altijd. En het probleem is dat dat beest daar het meest van te lijden heeft. Want wat gebeurt er als hij één keer een kindje in een kuit bijt? Ja, dan gaan we de gemeente bellen, dan moet de gemeente een jager halen, dan moet het beest dood, want het is ineens een heel gevaarlijk beest. Dat was het altijd al, alleen dan zie je het. Je kan het ook aan de voorkant bedenken voordat er een kuit af ligt. Van Wolf hoefde de zeehond niet weg, als mensen tenminste hun verstand zouden gebruiken. Ik denk dat mensen met z'n allen hier naartoe moeten komen. Er ontzettend van moeten genieten en op een metro 5 moeten blijven. Allemaal een fotootje maken, hartstikke leuk, maar niet proberen te aaien. Want als je een beest wil aaien, koop je een kat, koop je een hond. Hartstikke leuk, wilde beesten moet je gewoon niet aaien. Nou, drukte alom, daar zagen we net al. Maar ja, de gemeente had nog wel borden neergezet hoe om te gaan met Happy. Ja, dat klopt. Borden op een leuke manier te laten zien van hoe ga je nu met zo'n dier om. Want ja, het blijft een roofdier. Wat doe je wel, wat doe je niet. Maar ja, mensen hielden zich daar dus weer niet aan. En er werd zelfs gezegd dat er kinderen op de zeehond gezet werden alleen voor het fotomomentje. Nou, Pim, gisteren dan toch actie ondernomen naar veel bezorgde telefoontjes richting de zeehondencrash. Ja, spoedoverleg, politie, eerste hulp bij zeehonden hier zo in Zeeland, Pieter Buren en ook de gemeente Tholen. En ja, na overleg besloot de burgemeester Nuis om gewoon de stekker eruit te trekken om Happy te gaan verhuizen. Hij stuurde daar een ambtenaar, Johan Nieuwenhuizen, op af en die stond er met zijn neus bovenop toen Happy werd weggehaald. Ik ben zelf gaan kijken. Ik heb de operatie gezien. En het was inderdaad heel professioneel. En het duurde al met al een paar minuten. Toen hadden ze hem in de benodigde kist. Happy is dus uitgezet op een geheime plek. Maar volgens Nieuwenhuizen voelde hij zich direct thuis. Hij ging eigenlijk meteen naar zijn soortgenoten toe. En ze wilden nu even gaan kijken hoe hij het maakte. Want ze hadden een merkje in zijn staart gedaan. Maar het ziet er goed uit. Hij heeft een hoop te vertellen natuurlijk. Hij heeft een heleboel te vertellen. Want hij gaat een heleboel van de mensenwereld vertellen natuurlijk. Dus wie nu nog van zwemmende honden wil genieten bij de Bergse Diepsluis, zal het vanaf nu weer met trouwe viervoeters die van water houden moeten doen. Ja, zeehond Happy weghaalt dus bij de Bergse Diepsluis. Is dat nou een goed idee? Wij vragen het u in onze dagelijkse stemming. De meeste stemmers zijn het er wel over eens. Het is beter dat Happy weg is. De rest van de stemmers had toch graag gezien dat Happy was gebleven.
In het Rode Dorp in Zierikzee is vanmorgen een gat in het wegdek ontstaan door een gesprongen waterleiding. Het gat was ongeveer 10 meter lang, een halve meter breed en 1 meter diep. Een auto reed het gat in. De bestuurder raakte niet gewond. Motoristen van Delta hebben in de loop van de ochtend de gesprongen waterleiding afgesloten. En op dat moment stond er ongeveer 25 centimeter water in de straat. Door de kapotte leiding zaten veel huishoudens in Zierikzee enige tijd zonder water. Waar vroeger de auto's stonden te wachten om over te gaan met de PSD-boot naar Kruiningen, zijn nu graafmachines aan het werk. Van de oude veerhaven in Perkpolder is inmiddels niks meer over. In de omgeving wordt gewerkt aan natuur- en woongebied Plan-Perkpolder. Perkpolder, een van de noordelijkste puntjes van Zeeuws-Vlaanderen. Een plek die we nog kennen van dit oude plaatje, de PSD-veerdienst naar Kruiningen. Maar die boot is al lang opgedoekt en het voormalige veerplein ken je ook niet meer terug. Het gebied gaat flink op de schop. Nou, de Brest die komt hier aan die kant. Die heeft een breedte van 400 meter zometeen. En dat is grofweg van waar de Groene Dijk nu het bochtje omgaat tot ongeveer aan die kant. Jullie noemen het een Brest, maar simpel gezegd een gat in de dijk. Nou, dat is heel simpel gezegd. Maar in feite is het wel zo, inderdaad. Door dat gat in de dijk zal in de polder rondom de voormalige veerhaven straks Westerschelde water stromen. Maar voor het zover is, moet er wel gezorgd worden dat de rest van Zeeuws-Vlaanderen droge voeten kan houden. Als we dan iets verder naar het zuiden kijken, dan zien we een rug van grond ontstaan. Dat is de kern van de nieuwe waterkering. En die dus zorgt dat zometeen het water niet richting Walsoorden en Kloosterzanden gaat stromen. Plan Perkpolder zou voor een economische impuls moeten zorgen, dus er zal ook flink worden gebouwd. Er komen 250 woningen, een hotel, een golfbaan en een jachthaven. Wat opvalt is dat ontpoldering hier veel minder ophef veroorzaakt dan een eindje verderop in de Hedwiegepolder. De formule van Perkpolder is juist heel erg sterk, namelijk dat we niet alleen maar natuur ontwikkelen, maar dat we ook woningbouw realiseren en ook allerlei recreatieonderdelen. En daardoor was er vanaf het begin af aan al heel veel steun onder de bevolking. Toch zijn er wel twijfels over het plan. Sommige makelaars denken dat de woningen op deze plek onverkoopbaar zijn. En ook een jachthaven zou gevaarlijk zijn, zo dicht bij de vaarroute richting Antwerpen. Ja, Rijkswaterstaat heeft eisen gesteld aan de ontwikkeling van de jachthaven, aan de opvarenden, de kwaliteit van de schepen. En op die manier, dat moet nog worden uitgewerkt, maar is het mogelijk om het veilig te doen. Mensen die hier komen met hun jacht, die moeten een extra diploma halen. Er worden dat soort eisen inderdaad aangesteld, ja. In 2015 moet de aanleg van het gebied klaar zijn en begint de bouw van de woningen op het oude veerplein. De sepia, ook wel zeekatten genoemd, hebben weer bezit genomen van de Zeeuwse wateren. Ze komen hier naartoe om zich voor te planten en dit jaar zijn ze extra vroeg. Voor veel duikers is de Oosterschelde een ideale plek om hun sport te beoefenen. Maar het was vandaag drukker dan normaal op de parkeerplaats bij de Zeelandbrug. De meeste duikers wilden namelijk allemaal getuige zijn van parende sepia's. We waren eigenlijk van plan om sepia's te zien. Maar helaas hebben we juist een duikje gedaan, maar helaas niet gezien. Waarom komt u juist naar deze plek om te duiken? Het is een hele mooie begroeiing. Wij duiken hier heel vaak. En meestal kun je hier ook nog een keer duiken tussen de getijden. De stroming valt dan ook nog wel mee. De diepte is niet zo diep eigenlijk. En toch een heel mooie begroeiing. Vandaar. En juist door deze begroeiing heeft niet iedereen het geluk om parende sepia's tegen te komen. Slechts een enkeling heeft dit wonder dit jaar al mogen aanschouwen. Er zijn er bij die ze vorige week hebben gezien. Zaterdag zijn we ook nog eens geweest hier, maar toen hebben we geen gevonden. Ja. Wat is er zo bijzonder aan die sepia? Het is een periode dat je die ziet. Juli, augustus, dan zijn die weg, dan zie je die niet meer. En die beesten die zijn... Ja, als die eitjes afzetten aan die stokken, dat is, of als die aan het paren zijn, gaan die zo in elkaar. Zo, en dat is mooi om te zien, ja. De weekdieren komen ieder jaar van de Noordzee naar Zeeland om zich voor te planten. Maar normaal gesproken komt de sepia pas veel later voor in de Oosterschelde. Meestal is het toch wel half mei eer dat we ze spotten. Waar zou het mee te maken kunnen hebben dat ze nu al te zien zijn hier? Ik denk toch wel de warme winter. De watertemperatuur is eigenlijk heel aangenaam gebleven. En bij vissen blijkt het paringsgedrag toch wel te maken hebben met de watertemperatuur. En die is aangenaam, hè? Er
De stichting Help Oekraïne in Krabbedijke heeft het jaarlijkse transport met hulpgoederen voor kinderen in de omgeving van Tsjernobyl uitgesteld. Aanleiding de politieke situatie in het land. Waarom wordt het transport uitgesteld? Nou, ik zou eerst graag door de nieuwe situatie die ontstaan is in Oekraïne, wil ik eerst polshoogte gaan nemen voordat we het transport door laten gaan. Want waar bent u bang voor? Regeltjes en wetjes die of we dan tegen kunnen komen. Volgens de pater, hier met dochter Monika, was er altijd al wel wat gedoe rond de douane. Maar nu er in Oekraïne overal nieuwe mensen aan het bewind zijn, wil hij eerst weten of de spullen sowieso op de plek van bestemming kunnen komen. Daarom heeft hij een gesprek aangevraagd met de interim-minister van Economische Zaken. Maar wat verwacht hij daarvan? Niet veel. Maar wel een objectief beeld over het humanitaire transporten naar Oekraïne toe. De stichting is nog dringend op zoek naar opslagruimte op Zuid-Beveland. Want over spullen niet te klagen. Aan het eind van het schooljaar wordt het afgeschreven meubilair opgehaald uit een school in Schravenpolder. Wel is nog geld nodig voor de kosten van het transport. Meer informatie op www.helpoekraïne.nl. De beste golfer van Nederland was vanmiddag in Domburg. Joost Luiten uit Blijswijk komt steeds dichter bij de wereldtop in het golf. Hij was bij de Domburgse golfclub ter ere van het 100-jarig bestaan. Twee jeugdleden hadden de eer om met Luiten te mogen spelen. Ik denk dat het belangrijkste is dat we plezier hebben met z'n allen en dat het een mooie dag wordt voor de Domburgse. Deze afstand is lastig om de vlag in. Voorkant 2,51, dus dat kan inderdaad 2,68. De mensen van de Domburgse golfclub hadden geprobeerd om de komst van Joost Luiten een beetje stil te houden om niet al te veel toeschouwers op de baan te krijgen. Maar toch waren er nog tientallen golfliefhebbers aanwezig om de beste Nederlander van dit moment aan het werk te zien. En ze hadden een mooie middag, net als Luiten zelf, want de Domburgse is een uitdagende baan om op te spelen. Dit is een echte linksbaan, hè, zoals we dat noemen aan zee. En die spelen wij op de Tour erg weinig, eigenlijk te weinig. En dit is een hele leuke baan om te spelen. En wat ik zeg, ik zou willen dat er meer van dit soort banen op de Tour zijn, maar helaas. Twee jeugdspelers van de club hadden de eer om een rondje met Luiten te mogen spelen. En dat is natuurlijk een droom voor jonge golfers. Ja, is goed. Ja, mooie swing. Goeie bal. Ja, geweldig, maar ook wel spannend. Maar het is wel heel leuk om te kijken hoe hij zo'n baan eigenlijk speelt. Maar het is een beetje ongeloofwaardig dat je dan zo vlak achter hem staat, terwijl hij daar staat te putten en dan besef je niet dat hij het echt is, zeg maar. Geeft hij ook een beetje tips? Ja, af en toe zegt hij dan wel zo van, hey, je kan beter dit doen of dat. Of net dan met die put van, hey, maak hem voor birdie. En dat is dan wel gaaf. Ik ben onder de indruk. Ze slaan goede ballen en ze kennen de baan beter dan ik natuurlijk. Dus ik leer veel van ze. Ja, wie krijgt van wie tips? Ja, nee, ik krijg van hun tips gelukkig. En dat heb ik ook nodig op deze baan. Want er zijn een paar blinde afslagen en dat soort dingen. En dan is het fijn dat de jongens me even kunnen vertellen waar ik heen moet. Joost Luiten speelde 9 holes in Domburg ter ere van het eeuwfeest. Op 5 juli is de club pas echt 100 jaar oud. En meer sportnieuws, bijvoorbeeld over de uitslagen van de vandaag gespeelde voetbalwedstrijden. Die kunt u terugzien op omroepzeeland.nl/sport. Dan gaan we nu kijken naar het weer in de provincie. Tweede paasdag startte zonnig en de temperatuur liep al snel op naar 18 à 19 graden. Vanmiddag nam de bewolking wat toe met soms een bui. Vanavond kunnen er nog een paar onweersbuien vallen. Morgenochtend is er vrij veel bewolking. In de middag komt er wat meer zon. Lokaal kan er een bui vallen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ja, en wat is Pasen zonder paaseieren zoeken? Echte of van chocolade? De allergrootste in de provincie waren door ons verstopt. En verslaggever Michiel van der Velde ving de gelukkige vinders op. Pasen, dat betekent eieren zoeken. Wij van Omroep Zeeland verstopten vanmorgen 4 eieren in de provincie. En 1 daarvan lag op de Grote Markt in Goes. Ik ben een beetje buiten adem nu, hè? De eieren waren verstopt in Bruinisse, Poortvliet, Goes en Middelburg. En je kon ze vinden door goed naar de radio te luisteren en de aanwijzingen op social media in de gaten te houden. Gevonden, wat leuk, hè?
auto gepakt, geparkeerd en direct naar de juiste plaats gelopen. Hè, achter het bordes van het oude stadhuis. Dat moet je ook maar net bedenken natuurlijk. En dan vind je een ei. Oh, u bent ook al bij het ei. Oh, dan houdt het op. Ik zei ook al. Ja, nee, we waren eigenlijk gewoon hier. Maar we wisten wel dat het was. En toen zagen we dat. Dus toen gingen we even hierheen. Ik ga nu naar huis en ik ga het ei lekker opeten. En toen keerde de rust terug in Goes. En gingen de mensen weer gewoon verder met waar ze voor gekomen waren. Nou, tot zover deze Zeeland nu voor vandaag. Zometeen na het weer kunt u kijken naar editie 2014. Hierin een terugblik op de Marathon Zeeuws-Vlaanderen van afgelopen weekend. Nog een mooie avond. Dag. Heeft u tips? Bel ons of mail.